Hallo mensen, welkom terug in Valiant Hearts The Great War. En we gaan natuurlijk weer verder. En ik bedenk me nu even, waar zijn we de vorige keer gestopt? Volgens mij was dat bij het moment dat Emil in opstand kwam of zo. En dat we toen weer naar Carl gingen kijken. Dus we gaan het zien. Ja, Carl, ja. The dogs of war, man's best and most loyal friend, shared the same day to day as the soldiers. Whether carrying messages, saving the wounded, or sweeping for mines, they never fail to fulfill their duty. Honden. De top de dieren, huisdieren. Anna? Ze heet toch Anna? Dus wat heeft Anna opgehaald die een dokter is of wil zijn? We zijn dus nu weer in Samiel, bij Emil's boerderij. Laat me raden, hier is een collectible. Nee, niet uit. God. Ik ga niet schelden. Moet ze ook nog echt snel zijn? Waar moeten we heen? Marie leeft. Wat moet ik doen? Oh! Oh, dat is gewoon perfect! Oh shit! Reanimeren! Reanimeren! Alsjeblieft! Ja! Hij leeft! Nee, fuck, dat was mis! Nee! Nee, snel, ga naar de... Wat had moeten gebeuren? Laat hem leven. Oké. Okay. Oh, nee, niet weer mis. Oké, okay. Frank, je kunt het. Zo'n held, schiet op. Ja, wat was dat? Was dat een kogel? Nee, dat was mis. Hij leeft. Oké, ik moet iets zoeken. Dat is een collectible, dat hoef ik niet te zoeken. Oh, volgens mij moet ik snel zijn. Omdat hij alles weer bewusteloos raakt. Nee. Dat moet ik niet hebben. Ligt het hierin? Nee, alleen maar collectibles. Ik hoef geen collectible. Carl, nee. Ah! Waar moet ik heen? Het is leeg. Nee, ik wil geen collectibles op dit moment. Ja. Shit, nu moet ik weer teruglopen. Carl, houd vol. Dat is het goede woord. Nee, shit, ik loop verkeerd. Naar links toch? Yes. Yes. Ja, zo'n kijk maar niet. Ja. Oké. Hij moet blijven leven.
Nog één, nee. Laat het stoppen, ik ben er niet goed in. Waarom moet dit nou steeds sneller gaan? Oké, volgens mij is het klaar. Nee, shit. Nee, fuck, dat was de verkeerde knop. Ik hoor weer muziek. Leeft hij? Hij leeft, yes! Dat was heftig. Oké. Emil. Marie finally received a letter from our father. Emil Chaillon. Wat nee. Gaat dit het einde zijn van Emil? Gaat u nu geëxecuteerd worden of wat? C'est l'heure. Het is tijd, denk ik, dat u bedoelt. Nee. Het ziet er naar uit dat Emil geëxecuteerd gaat worden. Kan ik ook terug? Nee. Nee, ik kan alleen daarheen. Kan ik omhoog? Nee. Dit is redelijk hoopvolle muziek. Of... Dearest Marie. Nee, niet de brief. As the war ends for me, I have no regrets. I've seen too much horror. I hope fate has been more merciful to you. Our time on Earth is brief, and mine has been filled with so much joy that I can only be thankful for how much I've been blessed. Most specially, for the wonder you brought into my life. This letter is my last. Nee. I've been found guilty by a military court for the death of an officer. Oh, Freddy. Ik wou daar straks nog zeggen van... Oh, had Freddy waarschijnlijk nog een keer willen zien, maar... It was not my intention to kill him. War makes men mad. Though I failed, Carl. Nee, Carl is bij je terug. Hij ziet nu iedereen weer. I fought for my country and my liberty. My honor is assured. Since it is the will of God to separate us on earth, I hope we'll meet again in heaven. Keep me in your prayers. Your loving Papa. Always. Even though their bodies have long since returned to dust,
their sacrifice, still lives on. We must strive to cherish their memory and never forget. Is dit het einde echt van het spel? Denk het. Ja. Oh. Wat een kut einde. Oh nee. Oh. Fuck. Ik. Oh. Ik moet gewoon. Echt huilen. Dat niet tranen stromen of zo, maar. Oh. Wat is dit kut? En ik wist dit. Ik heb op forums gelezen. Pas op, het einde gaat je verdrietig maken. Maar dit is. Oh. Dit is. Het is echt een kutmelding die gegeven wordt. Want. Met die brief. Want. Ja, Emiel gaat dood. Maar het is zo mooi gedaan. Ik zeg dat al heel deze game. Dat deze game zo mooi is. Maar. Het is zo mooi. Oh. Maar goed. Het is over. Valiant Hearts is afgelopen. Misschien komt er nog wat aan het einde. Na deze outro ding waarin iedereen, ik weet even niet meer hoe het heet. Credits, zo heet het. Misschien komt er nog wat, dus ik ga hiervoor blijven kijken. Maar oh... Oh, ik denk dat dit het einde van de credits is. Komt er nog wat? Ja, er komt nog wat. Hungry for more. The war was not yet over. Freddy? Oh. Its appetite was infinite. Nu laat hij volgens mij gewoon weer dezelfde credits zien. Dat was heel kort. Oh, ook dat stukje was weer goed. Misschien, er gaat dan wel één iemand dood. Maar de oorlog gaat gewoon verder. Oh. Ik denk niet dat er nu nog wat gaat komen. Misschien een heel kort clipje voor Carl. Zoals er ook voor Freddy was. En dan misschien voor Anna. En... Nee. Verder. Nou, misschien Walt. Maar... Dit is de eerste game... die me echt verdrietig heeft gekregen. En... Ik moet zeggen, ik heb heel wat games gespeeld. En ja, ik doe nu 2 jaar YouTube. En daarin heb ik nog niet zoveel games gespeeld. Maar voor YouTube heb ik wel echt veel games gespeeld. Dit, ja... Zoals ik zei, deze game... Het is zo mooi. Het is zo gruwel om die oorlog te zien, maar het is zo mooi. En niet alleen qua artwork, hoe het eruit ziet. Dat is ook echt super tof en de muziek... Maar ook het verhaal. Je krijgt echt het gevoel. Ik in elk geval. Ik krijg echt het gevoel. Alsof ik hun ken. Alsof ik Carl, Freddy, Anna, Marie. Wat? Nog meer. Emiel. Hoe kan ik Emiel vergeten? Alsof ik ze echt ken. Oh, dit is zo goed gedaan.
Goeie game Ubisoft. Je hebt de laatste jaren heb je niet zo goed gedaan met games zoals Assassin's Creed en zo. Heel veel bugs, glitches, slecht geoptimaliseerd, maar dit is gewoon een goede game. Bedankt Ubisoft voor mij dat huilen maken. Ja, ik denk, zoals ik al zei, ik denk niet dat er nog iets gaat komen. Mocht er toch iets komen en dat is interessant, dan plak ik het er nog even achterna. Maar goed, ik bedank jullie allemaal heel erg voor het kijken van deze video. Ik weet niet hoe lang deze episode is geworden. Want we hebben niet bepaald meer veel gedaan. We hebben Carl gereanimeerd. En toen is Emil dood gegaan. Fuck. Ja, hey. Oh. Nee, ik blijf nog wel even praten, want de credits zijn weer afgelopen. Nee, er komt niks meer. Oké. Oh. Nee. Oké, ik ga nu niet meer verder praten. Mensen, ik bedank jullie wel heel erg voor het kijken van deze laatste video van Valiant Hearts The Great War. Mocht je nou een game hebben waarvan jij denkt, oh, dat is cool voor Frank om te spelen. En het hoeft niet hetzelfde te zijn als dit, maar weer een langere serie. Want dit is nu best wel lang bezig geweest. Dit is volgens mij de 17e episode. En hier ben ik gewoon lekker lang mee bezig. En ik wil graag op het kanaal wil ik graag dingen hebben die wat korter zijn. Zoals, ja, Megablocks ben ik al heel lang mee bezig. Maar dat is telkens weer iets nieuwsachtig. Of Prusser Architect bijvoorbeeld. Het zijn wel meerdere episodes, maar het is ongeveer wel iets nieuws. En dit is gewoon echt een verhaallijn die ik volg. Dus ik zit erover na te denken om nu, hoe heet het ook alweer, Mad Max, die game, voor jullie te gaan spelen. Het is echt een super toffe game. Het enige is dat ik niet al een keer helemaal door heb gespeeld. Dus dat het niet meer nieuw voor mij is. Dit was echt nieuw voor mij. Ik had van hoofdstuk 1 had ik video's gezien. Maar toen ik hoofdstuk 1 had gezien van andere mensen, dacht ik, dit wil ik zelf spelen. Dit wil ik voor op mijn kanaal spelen. Dus ik ga nu niet meer verder kijken. Want dit wil ik nu gewoon zelf ervaren, zelf ontdekken, zelf de reacties hebben. Maar goed, ja, misschien wil ik wel Mad Max gaan doen. Laat me even weten of je dat tof lijkt. Mad Max, de game, toffe game, auto's, schieten, survivalen. Dat, ja. Dus ja, laat me dat even weten. Als je Mad Max leuk zou vinden, of als je een andere game hebt die je graag wil zien. Pardon. En ik ga jullie nu voor de derde keer volgens mij bedanken voor het kijken van deze video. En ik zie jullie allemaal weer in een andere game. In de volgende video. En mijn camera is net gecrashed. Dus jullie zien mijn gezicht nu hoogstwaarschijnlijk niet meer. Maar goed, tot de volgende video. Ciao. Goed zo, blijf. Ja, dat is wel leuk. Ja. Al op zich had ik kunnen verwachten.